Och, nooit meerder honger, och, nooit meerder dorst, zegt de ander dan. En dan zegt de eerste weer, gans lijf, dat is een krachtterm. Ik slokte wel een olifantslonger. Ik kon wel de long van een olifant wegkrijgen. En dan zegt die ander, en ik had wel van een paard een worst. Je houdt je bezig met de literatuur die geproduceerd is door schrijvers en dichters die eeuwen geleden leefden. En die schreven dan bijvoorbeeld toneelteksten, zoals deze. Maar ook poëzie. En die teksten die kun je bestuderen. Omdat het mooie teksten zijn. Omdat je ze wilt begrijpen. Omdat je wilt weten wat voor gedachtenwereld daarachter zit. Wat die mensen toen bezighield. Maar je bestudeert ze in principe zoals je ook dichters van nu kunt bestuderen. Of lezen. En ja, we hebben het nu dan natuurlijk over literatuur die uit de geschiedenis, die je misschien niet op het eerste gezicht onmiddellijk snapt, omdat het een andere taal is, omdat de taal zich de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld en de taal van toen voor ons misschien niet meer zo goed te begrijpen is. Dus je moet daar wel wat meer voor doen. In dit geval bijvoorbeeld, zo'n tekst moet je dan eerst in voor ons leesbaar schrift omzetten. En daarna dan, als je dat dan in modern typoscript hebt staan, dus zo, hè, wat wij makkelijk kunnen lezen, dan nog is het lastig, omdat je dan te maken hebt met zinsconstructies die je niet onmiddellijk begrijpt, of woorden die je niet onmiddellijk begrijpt. En nou ja, die hele vertaalslag, dat hoort ook tot je werk. En is het mooie taal? Deze toevallig wel. Alleen al, en we hebben het hier over Rederijkers Kluchten. Alleen al de namen die de schrijver van deze tekst aan zijn figuur heeft gegeven. Kijk, hier heet iemand Lippenzuurmond. En hier heet een mevrouw Vrolijk Bedje. En hier heet een mevrouw Aagje Schoontoog. En hier hebben we drie minnaars van Aagje. En die heten Vaas Blinktand, Bouwen Schuurbier en Hein Leegderm. En nou, daarmee heb je zeg maar de liefde voor het schrijven van deze auteur al aardig mee te pakken.